VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin roept de regering op om de samenleving genoegzaam te informeren over de cyanide-kwestie in Brokopondo. Dit deed hij eerder in de middag tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Verschillende assembleeleden maken zich druk over de situatie die steeds andere vormen aanneemt. Gayadin haalde aan dat cyanidegebruik ten opzichte van kwik veel beter is op lang termijn. Kwik heeft op lang termijn een grotere doorwerking op de samenleving. Echter gaat het bij cyanidegebruik om de protocollen. Zijn die zaken duidelijk gesteld naar de concessiehouders, dan wel mensen die toestemmingen geven, voorzitter, voor het exploiteren van binnen de goudsector? Voorzitter, daar is er geen duidelijkheid. Omdat ik terugkom op waar ik op heb gewezen, voorzitter. Die kwestie van aansprakelijkheid. Hier hebben we gevraagd in het kader van ordening van goudsector. Van als er vergunningen, als er concessies zijn gegeven, hoe wordt dat gemonitord? Ik heb aangegeven dat concessiehouders, we zien dat ze niet eens geregistreerd staan bij de Belastingdienst als inkomsten, voorzitter. Hier wordt gezegd, ja, maar die mensen, als ze verlenging indienen, moeten ze komen met de vrij van belasting. Voorzitter, we zijn in dit land en we moeten ons niet in de maling laten nemen met een verklaring van vrij van belasting, voorzitter. Het gaat erom, wat krijgen we voor die samenleving eruit? Vorige week liet DNA-voorzitter B. weten dat er nog een vergadering uitgeschreven zou worden om te praten over de cyanide-kwestie, waarbij de regering kon ingaan op de vele vragen van de Nationale Assemblée. Aangezien deze vergadering nog niet is uitgeschreven, deelde NDP-parlementariër Melvin Bouva aan het begin van de vergadering zijn bezorgdheid over de situatie in Brokopondo. Wij willen daarover praten, voorzitter, diepgaand met de regering. Er zijn vele aspecten. Vanaf de wijze van communicatie van de overheid tot aan de onzekerheid naar de mensen toe. Er is zelf een burger van het land, voorzitter, opgepakt. Niet de verantwoordelijke, voorzitter, maar diegenen die daartegen opkomen, opgepakt en dreigt het land uitgezet te worden, voorzitter. Gaan wij ons daarvan afhouden om over te praten? Ik vraag, voorzitter, binnen de orde dat u één ons laat weten wanneer die vergadering komt en dat het zo spoedig komt dat het parlement met de regering over deze ernstige zaak, voorzitter, in debat gaat. En dat ook werken, praten en hard elkaar kunnen aankijken om te komen tot de oplossing, voorzitter. In de vergadering hebben meerdere leden vragen gesteld over de cyanide-kwestie in het Brokopondo-gebied. In het nieuwsbulletin van morgen komen we terug op deze vergadering.